Helmond Sport speelt geen rol van betekenis in de tweede periode. FC Eindhoven doet het heel aardig in die tweede periode met 9 punten uit 5 wedstrijden. Een overtreding wordt er gemaakt door Dylan de Braal. En dan komt er dus een vrije trap voor de ploeg van Wilfred van Leeuwen. Een vrije trap voor FC Eindhoven. Wordt genomen door Branko van den Bomen in de sneeuw in Helmond. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En komt er een strafschop voor FC Eindhoven. Zo geeft scheidsrechter Van Herk aan. Edwards houdt vast bij Lieder. En Van den Bomen gaat nu zelf achter de bal staan. Oog in oog met Van Gassel. Maar de penalty wordt niet benut. Vorige week miste Mart Lieder in de thuiswedstrijd van FC Eindhoven 2 strafschoppen. En ook Van den Bomen krijgt hem er niet in vanaf 11 meter. En dus blijft het 0-0 in Helmond. Goeie kans dus, onbenut gelaten door FC Eindhoven. En dan een strafschop aan de andere kant. Charlton Vicento gaat naar de kunstgrasmat. En ook nu geeft de scheidsrechter aan penalty. En Vicento gaat zelf achter de bal staan. 18e minuut. Miraculeuze redding van Swinkels. En ook deze bal gaat er niet in. En zo is het bijzonder interessant in de sneeuw in Helmond. Maar staat het nog altijd 0 tegen 0. En gaat het zo langzamerhand wel steeds wat harder sneeuwen. Opnieuw Vicento. Goede kans. Daar kan hij zijn gemiste penalty goed maken. Maar Charlton Vicento krijgt de bal er niet in. En inmiddels is de grasmat zo wit en sneeuwt het zo hard dat scheidsrechter Van Herk zegt: we gaan naar binnen. Ik staak de wedstrijd. En het komt niet meer goed in Helmond. Het zijn prachtige plaatjes. Maar de omstandigheden bar en boos voor een voetbalwedstrijd. En dus gaan Helmond Sport en FC Eindhoven op herhaling.